Taylor Swift sponsored het Adopt a Rome project van het Sint Vincentius ziekenhuis in Suriname, gericht op het verbeteren van de kraamafdeling. Dit initiatief toont de sterke maatschappelijke betrokkenheid van Taylor Swift. De gerenoveerde kraamafdeling zal voldoen aan hoge zorgstandaarden en veilige omgeving bieden voor moeders en pasgeborenen, met focus op vroegtijdige detectie en behandeling van complicaties en emotionele ondersteuning voor gezinnen. Mike Antonius, CEO van Taylor Swift, benadrukt de steun aan de duurzame ontwikkelingsdoelen met jaarlijkse steun aan gezondheidsprojecten die gemeenschappen ten goede komen. Jason van Genderen, algemeen directeur van het Sint Vincentius ziekenhuis, waardeert Taylor Swift's genereuze steun aan het project, wat zal leiden tot aanzienlijke verbetering in faciliteiten en zorg voor moeders en baby's.